kom aan, wat eet iedereen graag? En ik zei spontaan, balkjes in tomaatsaus. Voilà, gekapt. We zijn geen klassiek restaurant waar dat de mensen gaan zitten, waar dat ze een hele menukaart krijgen. Voor 12 of 15 euro heb je een ander gevoel. En willen we dus dat de mensen wel een schoon moment hebben, even. Dat ze in een mooie omgeving zitten, dat lekker is, dat snel gaat. En dat geeft toe, ze hebben hier zwaar in ons gat in de boter gevallen. Schoon pand, juiste sfeer, dat heb ik ook willen met Balls & Glory. De eerste collectie is een beetje op het gevoel gedaan. De eerste inspiratie, wat vinden de mensen lekker, wat vinden we zelf lekker. Dan proberen we ieder seizoen twee nieuwe smaken te lanceren, maar de combinaties zijn er heel veel. Maar wij denken dan gewoon na, wat zouden de mensen graag lusten. Soms krijgen we ook tips van andere mensen, van zou dat of dat een keer moeten proberen. En dan proberen wij daar creatief mee te zijn en daar nieuwe, vernieuwende smaken mee te maken. Als we iedereen laten kiezen, dan gaat iedereen misschien dezelfde smaak kiezen en dan moeten wij natuurlijk heel veel weggooien. Dat we dus niet willen doen.